Goedemorgen, het is vandaag woensdag 6 april en ik loop lekker buiten mijn bandje. Het is nu net 7 uur geweest, maar Sterre was vroeg wakker. Mila trouwens ook, Lauren eigenlijk ook. Dus ik heb vanmorgen de coaching gedaan. Alles klaargemaakt, meiden klaargemaakt behalve de tandenpoetsen. Broodtrommels gemaakt, ontbijtje gemaakt. Voor de kinderen dan, ik moet zelf nog even ontbijten zo. Ik loop lekker buiten, Sterre slaapt al. Zo meteen naar huis en dan kan ik Mila denk ik ook zelf naar school brengen, dus dat is super. Ik uit voor de poep. Elke dag hetzelfde. Elke dag de poep. Ja. Lekker naar school. Lauren bij papa gelaten. Sterre ook. En ballonnetje. En je pakezel draagt je tas. Mila is op school en Marco is nu even met Lauren naar zijn zus toe. En ons nichtje, supergezellig. Sterre die gaat zo weer slapen. Ik heb net ontbeten, een grote bak Optimaal Stracciatella. Ik vind hem lekker, maar ja, ik zoek eigenlijk gewoon een variant op die emmers met Stracciatella yoghurt. Die net zo lekker is, alleen een stuk calorievriendelijker. Ja, dat is natuurlijk... niet haalbaar, want het is waarschijnlijk volle Griekse yoghurt. Ik weet niet wat het is, met super dikke stukken chocola. En ik heb meteen een melkunie-toetje op, want ik had echt flinke trek. Waarschijnlijk omdat ik gisteren mijn toetje was vergeten. Als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan heb je dat gehoord. En ik heb het al eerder verteld, ik ben onwijs aan het zoeken naar mijn budget. Ik heb hem vanmorgen weer omhoog gegooid. Ik coach mezelf. In mijn personal body plan. Het gaat ook echt super goed. Alleen mijn gewicht zakt opeens echt veel te snel. En dat is helemaal... Sowieso is het ongezond hoe snel ik aan het zakken ben. Gewoon niet realistisch. Dat wordt niet vol te houden. Maar ik wil ook graag zo lang mogelijk borstvoeding blijven geven. En die productie die keldert natuurlijk achteruit. Als ik zelf niet genoeg eet. Dus ik ben echt aan het zoeken. Ik sta momenteel dagelijks op de weegschaal. Raad ik niet per se aan, maar is nu voor mij wel heel even fijn, want dan kan ik even kijken wat er gebeurt en snel handelen. Dus dat eigenlijk. Ik ga vanmiddag poging 2 doen met Sterre naar mijn werk. Moet lukken. Ik wil heen lopen in een slaapje. Ze zijn bij mij om 2 uur uit, dus ik wil tussen 2:15 en 3:15 ongeveer gaan lopen. Nou, dat moet helemaal goed komen. En dan lekker daar zijn en dan of teruglopen in een slaapje. Gaat goed, Ben? Of Marco, kom me even halen met de kinderen. Nou, nu even heen en weer lopen. Even zelf een vlogje kijken en dan vlogs editen. Want vandaag is de laatste online gekomen die ik geëdit had. Dus er moet even iets gebeuren. Nog een eierkoek. Hé? Hey? Hallo? Wil je nog een eierkoek? Dat kan. Zal ik hem voor je pakken? Zal ik dat voor je doen? Dat gaat niet zo, hè? Was je even met papa bij tante Sam geweest? Ja. En nu ga je even met mama naar de Action, hè? Kunnen we heel even kijken of we nog iets kunnen vinden voor Mila? Want... cadeautjes. Ja, nog wat cadeautjes. Want we hebben heel vaak... Dan denk ik dat ik dat wel kan vinden daar. En dan kan het niet. Dus er is net al van alles binnengekomen met de... post. Ik weet niet of ik het verteld had. Mila die heeft een jaar lang volgehouden dat ze een fiets wil. Een vlinderfiets met bloemenmandje. Ik heb een hartjefiets. Ja. Maar dat wil ze opeens niet meer. Ze wil nu een... Nee, ze wil geen fiets. Gewoon. Ze wil gewoon verrast worden met cadeautjes. Dus we hebben nu van alles gekocht. En nu wil ik nog even wat kleine dingetjes zoeken bij de Action. Dan hebben we dat maar. Dus dat is mooi. Oeh, trek bijna de camera kapot, Lau. Dat zou niet best zijn. Ja. Even kijken. Deze is nog wel leuk, hè? Ja, en die glitters. Met hartjes? Ja. Nemen we die mee. Dan wil eigenlijk iets van een klein tasje voor de juffen. Deze. Voor mij, juffen. Jouw juf hebben al iets gehad. En deze.
kleine lunch, een smoothie bowl. Want ik heb net een Hover & Crumble koek op. Dus het is 1 banaan, 1 courgette, 100 gram bloemkoolrijst en 15 gram eiwitpoeder. Niet. Het is een beetje dun. Ik heb trouwens ook wat water toegevoegd. Formula. Ja. Wat is dat? Wat kan ik? Wat is dit? Hey, lekker, eet maar. Kijk uit, want het is een beetje dun. Ja. Kijk uit. Mama geeft jou hapjes, oké? Okay? Ja. Mag ik niet doen. Met deze. Nee, niet met die. Die is te klein. Dat is ook niet zo. Wel goed voor je dit. Als je zo verkouden bent. Of kan ik een grote lip van mij pakken? Nee, mama geeft je hapjes. Ik denk dat dit zo lekker is. Nou, Lauren wilde toch zelf ook. Dus hetzelfde idee, maar dan een kiwi er nog door. Lekker? Ja. Nou, wij hebben dus net Just Dance gedaan. Joyce die is samen met Sterren naar haar werk toe. Om daar even te praten, even een praatje te maken met de collega's. Want ze is daar natuurlijk al een tijdje niet geweest en ze heeft Sterren daar nog niet laten zien. De kinderen die zijn nu boven in bad. En ik ga even Dina Pine Bende opruimen in dit huis, ja? Want het is natuurlijk altijd een bende met de kinderen overdag. Nou, het is inmiddels 3:30, dus ik ga alvast wat opruimen. Daarna de kinderen afdrogen, zelf even douchen. En dan avondeten maken, denk ik maar. En vanavond ga ik trainen. Ik ben weer thuis. Was super gezellig. Marco heeft me uiteindelijk opgehaald. Want het begon echt net voor ik de deur uitstapte daar mega erg te regenen. Toen dacht ik, dat red ik wel. Maar het is 40 minuutjes lopen of zo. Dus halverwege dacht ik, dit moet ik helemaal niet doen. Sterren die vond het op zich prima, maar viel ook niet echt lekker in slaap. Ja, ik ben echt, ik was helemaal doorweekt. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Helemaal nat. Dit is echt helemaal nat. Hier ook. Hier zie je wat kleurverschil. Toen dacht ik, ja, dat moet ik niet doen. Dan zijn we zo meteen echt mega doorweekt. Het is nu
Ik weet niet of ik dat net zei, volgens mij 5 uur. Ik pak even mijn kleren voor morgen. Ik kan niet wachten. Kijk, hier staat nog een co-sleeper en een tafeltje. Ik moet even weg, dan kan ik daarbij. Maar ik heb nu bedacht dat ik heel even wacht tot van het weekend. Want dan wordt het ook weer mooi weer. En dan ga ik dat lekker pakken. Ik heb alleen geen pakken, zie ik nu. Maar die heb ik wellicht nog liggen. Ondergoed pakken, snel onder de douche. Marco is ondertussen bezig met even heel simpel brood met ei. Voor me maken. En gegrilde groenten. Best wel trek. Maar op zich valt het me nog mee. Want het laatste wat ik gegeten heb, dat was die kleine lunch. Na wel een koek. Maar toch. Dus dat is fijn. Simpel, maar zo lekker. 2 volkoren boterhammetjes. 3 eitjes gebakken in pamspray. En 200 gram gegrilde groenten. Goedemorgen. Het is alweer de volgende ochtend. 6 uur. Iedereen is wakker. Behalve Marco. Dus ik sta alweer druk broodjes te smeren voor de meiden. Net sterren al gevoed. Maar ik heb gisteren de vlog niet meer afgesloten. Ik was op de bank gaan zitten met sterren en toen dacht ik, oeps. En toen vroeg ik het aan Marco, maar de camera lag niet waar ik dacht dat hij lag. Dus helemaal niet in het zicht voor hem. Dus ik denk dat hij het ook gewoon straal vergeten is. Dus ik ga deze vlog nu afsluiten en gewoon een nieuwe openen die je morgen weer kan zien. Met een super lekker recept. Want ik heb nu besloten om eindelijk die chocolademousse te gaan maken. In de vlog van de zoete aardappel. Dus dat ga ik doen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei.